En maar praten, en maar praten, en maar praten, en maar praten, gitter bommend, gitter kaldermugend heer. Want de ludie kunnen praten toch niet laten, ook al zegt ze meestal niks meer zin als meer. Ja, dat zou ik straks maar zeggen, wat ik zeggen wil ik zeggen. Ik wil zeggen, dat is echt geen flauwekul. Wat bedoel ik, dat bedoel ik, en dat is het en dat doet het. Wat ik zeggen wil, het is me toch een spul. De BTW gaat omhoog. Ook, dat geldt ook voor sportabonnementen. Heeft dat invloed op of u een sportabonnement weer afsluit? Of maakt het voor u persoonlijk niet uit? Het wordt wel duur natuurlijk, maar ja, ik blijf wel sporten. Ja. Dus het is het hopen dat het natuurlijk tegengegaan wordt. Dat het niet te hoog wordt. Dat de mensen het wel kunnen betalen. Nou, ik loop wel liefst gewoon in de natuur te rennen. Dat vind ik wel goed. Ik ga niet betalen voor zo'n sportschool. Daar heb ik niet zoveel zin in. Ja, wat moet ik ervan zeggen? Niet goed natuurlijk, want sport is natuurlijk heel belangrijk voor je gezondheid. Dus het is natuurlijk een beetje raar dat het duurder wordt. Nou zijn er genoeg gezinnen die toch wel een beetje de eindjes aan elkaar moeten knopen. Sporten is voor jonge mensen ook heel belangrijk. Hoe moet dat dan met die hoge BTW? En eigenlijk bijna de onbetaalbaarheid en de ontoegankelijkheid tot sport voor lagere inkomensgroepen. Ik denk dat hier de gemeente een hele belangrijke rol dan in kunnen gaan spelen. He, gewoon op plaatselijk niveau. Want er zijn al wel regelingen, zodat mensen met een wat smallere portemonnee toch gestimuleerd worden om te gaan sporten. Dus ik denk dat dan voor de gemeente een hele belangrijke rol ligt om dat toch op te pakken. Dat ook jongeren gaan sporten. Ik denk dat dat heel lastig wordt voor sportclubs. Sporten is al duur, sport is heel belangrijk. Ik denk dat het beter zou zijn om daar BTW helemaal van af te halen als zijnde stimulatie. Juist mensen die het heel hard nodig hebben om te kunnen sporten en die niet zoveel inkomen hebben, worden hierdoor gehinderd om een gezondere leefwijze. En ik denk dat je daarmee de plank mislaat. Ja, dat denk ik ook, ja. Ja, het is gewoon te gek. Ik denk dat er heel veel mensen zijn die niet gaan sporten omdat het zo duur is. Je moet keuzes maken. En als je dan ook nog op vakantie wil, ja, dat gaat gewoon allemaal niet tegelijk. Ik zal jou vlug vertellen, de sportkantines in Nederland zijn de beste horecazaken te zijn. Dus die paar centen BTW kan er ook wel bij, hè. Ze zuipen er eigenlijk helemaal klem iedere avond, mevrouw. Dus de BTW is geen probleem. Ook gewoon mee afrekenen, moet ik bij mij en mijn vader in het café. Zit ook de volle BTW op. Dus je sportzaken ook. Geen probleem.